Vandaag zijn we te gast in het Nederlands Stripmuseum in Groningen, waar alles te zien en te horen is over de historie van de Nederlandse strip. Terug in de tijd dus met Bommel en Tompoes, kapitein Rob, George en Jamie, Paulus de Boskabouter en nog veel meer bekende figuren. Dag meneer. Goedemiddag. Wat is uw favoriete strip? Nou, mijn favoriete strip uit mijn jeugd, dat is Paulus, de Boskabouter. Waarom? Ja, dat sprak mij gewoon aan, dat kleine mannetje in gevecht telkens met de heks Eucalypta. Ja. En met al die andere dieren, Gregorius, de das, en Krakras, en dan de raaf, Salomo. Nou, daar heb ik wel een paar genoemd, geloof ik. U kent ze allemaal nog, hè? Ja, ik ken ze allemaal nog. Heeft dat een onuitwisbare indruk ja, gemaakt? Blijkbaar toen, wel. Ja, dat werd eigenlijk stuk gelezen. Het was natuurlijk vrij kort na de oorlog. Ja. Er was weinig. Ja. En die boekjes die las je keer op keer. Meneer Brink, dit is een van de godfathers van de Nederlandse strip... Stripverhalen. Hans Kressen is een van de beste striptekenaars die er ooit in Nederland geleefd heeft. Ja, waarom? Zo niet de beste. Omdat hij zulke ontzettend mooie tekeningen maakte. Hij was niet alleen de schepper van de verhalen van Erik de Noorman in de vorm van tekeningen, maar hij maakte ook het hele scenario erbij. Dus hij bedacht het verhaal ook. Worden de stripverhalen van Erik de Noorman nog gelezen, denkt u? Ja, ze worden wel degelijk gelezen, want om de zoveel jaar worden ze weer heruitgegeven. Ja. Maar ik denk, als je nou vraagt van, en wie is nou eigenlijk die groep enthousiastelingen, dat je toch voor een deel de groep van mijn leeftijdgenoten dan in beeld hebt. Ja. En ik denk niet dat mensen die op het ogenblik 15, 20 jaar zijn, of zoals ik, 10 jaar, ik was 10 jaar toen ik het eerste boekje van Erik de Noorman in handen kreeg, de huidige 10-jarigen vinden dat niet meer interessant. Nee. Weet je dat ik nog altijd tijdschriften van achteren naar voren lees? En weet je waarom? Toen ik heel klein was, stond in Balloonstrip Olle B. Bommel op de achterkant van toen nog De Revue en de Donald Duck. En dan begon ik altijd achteraan. En nog altijd sla ik tijdschriften zo om en dat komt door deze man, door Marten Toonder. Kinderen en ook ouderen kunnen hier strips leren tekenen. Ja hoor, er worden ook echt ook voor ouderen workshops en masterclasses worden soms wel gegeven, echt voor serieuze amateurs zeg maar. Maar voor kinderen worden er eigenlijk altijd achter elkaar workshopjes gegeven. Ja, kan iedereen het leren? Nou, de basisprincipes kan iedereen wel leren. Ja. Maar of je dan daarna een hele goede tekenaar wordt, is vooral heel erg afhankelijk van hoe leuk je het vindt en hoe lang je ermee door wil gaan. Leest u mevrouw? Jij Hans en de Kinderen. Oh ja. Is dat een favoriet van u? Ja, ik vind het heel erg leuk. Omdat het zo herkenbaar is. Ja? Ja. En wie is uw favoriete figuur dan uit Jan Jans en de Kinderen? Jans. Ja? Ja. Waarom? Ik herken daar wel wat in. Ja. Oh ja. Maar hoe is hij dan? Realistisch komisch. Ja? Maar ook af en toe een beetje dom. Ja. En feministisch ook? Soms wel. Ja, soms. Maar ook helemaal niet. Nee, dat kunt u daar ook op zien. Ja.